kanaal. In deze video ga ik de lades die ik voor onder mijn bed wilde in elkaar zetten. Want die heb ik gisteren namelijk bij de IKEA gekocht. En het leek me wel leuk om daar een video van te maken. Ik had vorige keer ook al een nachtkastje in elkaar gezet. Dus ik denk dat dit me dan ook wel moet lukken. Ik heb de doos eventjes hier neergezet. Het is best wel een grote doos. Ik kon hem ook niet alleen naar boven krijgen. Het zijn namelijk twee lades. Ze worden per twee verpakt en het zijn witte. Zoals je kan zien. En hier op de zijkant staat nog wat informatie. Het is van de Man collectie. En ze zijn 200 centimeter lang. Of breed, hoe je het ook wil noemen. Dus ik ga eens even kijken of ik dit in elkaar kan zetten. Dit is trouwens de outfit voor vandaag. Het is best wel een nette outfit. Zeker omdat ik het huis niet verlaat vandaag. En ik heb mijn haar ook leuk gedaan, zoals je kan zien. Ja, het is weer eens een keer wat anders. Zojuist opengemaakt zoals je kan zien en ik ga alles zo eventjes sorteren en kijken wat waarbij hoort en daarna pak ik de handleiding erbij zodat ik het op de juiste manier in elkaar kan zetten. Ik krijg het hier ook altijd zo enorm benauwd van, dus ja, misschien dat ik zo eventjes iets anders aan ga trekken. Oké, zoals je kan zien heb ik toch eventjes iets anders aangedaan, want het was best wel warm. Ik heb net dit doosje opengemaakt en daar zitten 8 van deze wieletjes in. Er zitten 8 van deze wieltjes in voor onder de lades, waar hij dus mee over de grond schuift. En een zakje met allemaal van deze schroefjes, pinnetjes en dat soort dingen. Dus ik denk dat ik deze eventjes netjes in een bakje ga doen. Aangezien het heel belangrijk is dat je dit niet kwijtraakt natuurlijk. En dan ga ik eventjes de handleiding lezen. En zo. Oké, en dan de handleiding. Dit is de handleiding en we beginnen met de korte. Dus dat zijn deze die hier liggen. Als het goed is, ja. Oké, ik ga eerst even al die plankjes uitzoeken. Want het zijn er best wel veel en ik moet wel zorgen dat ik de goede heb. Want je ziet dat zeg maar de... een soort van langere plank en daarna komen de planken die zo moeten. Oké, het is duidelijk. Deze plank met dit dingetje zo, hier zo. Die gaan we als eerste gebruiken. Want het staat in de handleiding. Dat is namelijk deze. Dus die gaan we als eerste gebruiken en er moeten 4 schroeven in. Dat is ongeveer hetzelfde als bij de nachtkastjes, dus ik weet ongeveer hoe dit werkt. Deze 4 gaan we nodig hebben. Dus die ga ik gebruiken. Het enige wat ik nog wel eventjes moet doen is een hamer pakken en schroevendraaiers. Want die heb ik nog niet gepakt. Dus dat is een hele goede voorbereiding. Oké, ik ben weer terug met een hamer en een koffertje met schroevendraaiers. Die ga ik even eerst openen. Welke gaan we nodig hebben? Is het een platte? Nee, het is een kruiskop. Dus ik denk dat we deze nodig gaan hebben. Of deze. Moet ik even kijken. Die had ik vorige keer voor de nachtkastjes ook gebruikt. Dus die zullen wel goed zijn. Kleine balkjes te pakken en daar zo'n soort van houten pin in te doen. Zodat hij precies in dit gaatje valt. Ik heb hier zo weer 4 van deze stokjes verzameld. En ik ga nu 2 van deze plankjes erbij pakken. Want die moeten op deze grote plank, maar wel met deze kant, dus met die gaatjes, naar die kant. Dus dat moet ik even goed doen.
Oh, het zijn er vier. Het zijn er vier, never mind. Het zijn er vier. Ik moet dus vier van deze dingen gaan verzamelen. Want die komen aan de onderkant in die gaatjes. Want daar zitten de schroeven. Die moeten vastgedraaid worden. En dan staan deze dingen vast. Oké, dit ging dus een beetje lastig. Want ik had die schroef die hierin zat, had ik niet ver genoeg erin gedraaid. Dus daardoor wilde het dopje er niet op. Maar er zitten er nu alle vier op. Ik moet ze alleen nog aandraaien met de schroevendraaier. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Deze lange plank, deze. En daar gaan we ook weer de schroeven in zetten. Ik heb daar weer vier van nodig. Dus ik ga even verzamelen. Vier schroeven. En dit is dan de plank. Deze hele lange. En die schroeven moeten dan weer in die kleine gaatjes aan deze kant. Met allemaal palen. Dan komen we bij deze bladzijde en dan moeten we die lange plank op die andere plank doen. Er zitten al van deze dingen in, dus hij valt er als het goed is precies in. En dan moeten we even opletten, want dit gaatje moet dus aan de kant van de rand komen, dus aan die kant. Oké, wat hij nu zegt is dat ik dat ding hier wat ik heb gebouwd moet ik kantelen. En dan ga ik die grotere plank pakken en dan doe ik die er zo tegenaan. In het randje precies. Dus dat ga ik nu doen en dan moet ik daarna weer die schroeven pakken. Die moet ik hier zo erop gaan zetten. Stap voor stap heb uitgelegd en gedaan. Dus ja, laat ik het even laten. Ook maar eventjes gaan doen. Dat moet inderdaad, maar ik had hem bij die kant. Aan de andere kant heb ik hem naar binnen gedaan.
Dus dat heb ik dus fout gedaan bij de vorige lade. En nu, zoals je ziet, ook. Dus ik ga het even omdraaien, zodat ze de gaatjes naar deze kant komen te staan en naar die kant. Want ze horen dus niet naar binnen te zitten, maar naar buiten. Ook de tweede lade eronder. Kijk. En ik zal je er eventjes uitleggen, want als je nu kijkt, dan zie je aan de binnenkant geen rondjes zitten. Maar dat is dus wat ik fout heb gedaan aan de andere kant. Want als ik deze lade open, dan heb ik hier dus aan de binnenkant die rondjes gedaan. En op zich is dat het ergste niet van de wereld, dus dat maakt allemaal niet uit. Maar het is toch een klein foutje die ik heb gemaakt. En wat we hierin doen is de klamboe en mijn twee dekbed overtrekken. Zo. Dan heb ik de twee lades in elkaar gezet. Ik vind het echt heel fijn dat ik daar nu ook wat spullen in kan doen. En misschien dat ik in de toekomst ook nog wel daar en aan de andere kant een lade ga kopen. Maar dat is voor nu niet relevant. Het is alleen wel mooier misschien. Maar ja, ik ben heel erg tevreden. En super blij dat het mezelf gelukt is. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Zo ja, doe dan zeker eventjes dat duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren hier beneden op de abonneerknop. Want dan mis je zeker te weten niks van mij. En dan hoop ik je weer terug te zien bij de volgende video. Doei!